Vandaag is een heel belangrijke dag voor ons. Na meer dan 40 jaar ontwikkelingswerk gaan we van naam veranderen. De nieuwe naam van onze organisatie wordt Join for Water, helder en krachtig. En die gaan we vandaag voorstellen aan onze partners, leden en sympathisanten. Join for Water bestond vroeger als Protos, begon meer dan 40 jaar geleden in Haiti en is intussen actief in meer dan 7 landen in Afrika en Latijns-Amerika. In België zijn we de enige NGO die rond water werkt en alles wat daarbij komt kijken. Intussen bieden we jaarlijks meer dan 10.000 mensen duurzame oplossingen voor drinkwater, hygiëne, water voor de landbouw en sanitaire oplossingen. In België is onze aanpak een beetje anders. Daar maken we mensen meer bewust van hun watergebruik, de consumptie die wij als mens doen. Niet alleen van drinkwater, maar ook overal waar water voor nodig is, alles wat wij consumeren. Water is nog altijd een van de belangrijkste thema's van onze tijd. Niet alleen is het zo dat het nog altijd miljoenen mensen geen toegang hebben tot toiletten en tot drinkwater, maar ook bij ons is het een voortdurende aandachtspunt met de voortdurende droogtes en watertekorten. Als we ons drinkwater blijven gebruiken zoals we dat nu doen, gaat onze voorraden wel onder druk komen te staan. Zeker met periodes van droogte, zoals vorig jaar, die dankzij klimaatverandering alsmaar vaker gaan voorkomen, moeten we echt wel oppassen. In 1977 is Protos eigenlijk gestart uit een groep vrijwilligers studenten en stond Protos voor projectgroep Technische Ontwikkelingssamenwerking. Vandaag de dag zijn we eigenlijk een professionele NGO. We werken heel sterk rond waterbeheer. Niet enkel de infrastructuur, maar ook om de sociale omkadering, het versterken van gemeenten en lokale actoren, om het beheer van die infrastructuur op lange termijn te waarborgen. We zijn op zoek gegaan naar een naam die meteen duidelijk maakt waar onze organisatie voor staat. Die heel uitnodigend is, die oproept om samen te werken, die oproept om erbij te komen, om samen de grote uitdagingen rond water aan te gaan. De belangrijkste kenmerken in de aanpak van Join for Water zijn uiteraard, de naam zegt het zelf, samenwerking. We willen met iedereen samenwerken om de uitdagingen van de watersector aan te pakken. En daarnaast focussen we ons verder op de domeinen waar we eigenlijk al specialist in zijn. Dat is duurzaam waterbeheer, maar ook sanitatie wordt steeds belangrijker, water voor landbouw. En dan daarnaast onze ervaring en onze kennis willen wij verspreiden en delen met andere actoren. En uiteraard willen we water hoog op de politieke agenda. Samen met onze partners dragen we ongetwijfeld een mooi steentje bij om ervoor te zorgen dat tegen 2030 water- en sanitaire voorzieningen er zijn voor iedereen en voor altijd. Join for Water, een ambitieuze naam, we hebben er echt zin in.